Een volgende stap bij het opmaken van ons document is het aanmaken van een automatische inhoudsopgave. Ook hiervoor gebruik ik mijn Genkse document. En dan kan je onmiddellijk laten zien hoe het document eruit ziet. Ik zal het eens verkleinen of zelfs twee pagina's per scherm laten komen. Zo. En dan ga je zien wat dat ik verwacht. Op de eerste pagina zie je een foto en eigenlijk de hoofdtitel Genk. Op de tweede pagina, pagina 2 van 5, dat zie je hier bovenaan, zou de inhoudsopgave moeten komen en die gaan we automatisch laten verschijnen of automatisch laten opmaken, zodanig dat we dat niet meer zelf moeten doen. Wat gaat er in onze inhoudsopgave moeten staan? Alle titels die in het document staan. En zoals je kan zien, op pagina 3 van de 5 is dat Wat is Genk en geschiedenis. Op pagina 4 zou dat moeten zijn Schoolbevolking en Genk nu. En als ik naar beneden scroll, ga je zien dat er een laatste pagina Sport is. Dus ik ga mijn pagina's eerst terug op 100% zetten, zodat we eenvoudig kunnen werken. En dan gaan we natuurlijk van deze hoofdtitels echte titels moeten maken. Wat dat we nu nog niet gedaan hebben, dat zie je doordat ik hier in de tekst klik. Dan zie je hier van boven bij opmaak profiel dat het nog steeds een standaard profiel is. Ik heb hiervoor nog geen echt kopprofiel gemaakt. Dat ga ik nu eerst doen. We weten ondertussen hoe dat uit moet uit een vorige video. En ik selecteer gewoon mijn hoofding. Ik ga dat een opmaak geven. Ik doe eens wat onderlijnen uit. Ik ga hem een lichtblauwe kleur geven. Om hem nog extra op te vallen, ga ik hem nog wat schaduweffect geven. Dan doe ik rechtermuisknop teken. En dan kan ik hier bij schaduw een schaduweffect geven. Ik druk op OK. Nu moet ik daar een profiel van aanmaken. Dus om de profielen te laten zien gebruik ik deze knop. Of je drukt op F11. En dan ga ik een nieuw opmaakprofiel aanmaken uit hetgene dat ik geselecteerd heb. Dus dat doe ik. Ik ga een nieuw opmaakprofiel maken. En ik noem dat profiel Genk, omdat mijn document zo heet. Maar je kan dat natuurlijk zelf kiezen. Kop 1. Dus de eerste kop of de hoofdkop in mijn Genkse document. Ik druk op OK. En vanaf nu is deze stijl toegevoegd. Dus je weet dat je nu via de gietermodus een stijl kan doorkopiëren, dus ik ga die ook al in geschiedenis plaatsen. Gewoon op geschiedenis gaan staan en één keer met de linkermuisknop drukken. De schoolbevolking moet aangepast worden, Genk nu moet aangepast worden en als ik een beetje naar beneden scroll, sport. Dat zouden mijn vijf titels moeten zijn. Ik zet mijn gietermodus eerst uit. En als alles goed is, kan ik via de navigator, die staat hier van boven, als ik daarop druk, hij heeft het nog niet gerefreshed, maar dat komt omdat we er nog geen echte kop aan hebben toegewezen. Geen probleem, we laten dit onderdeel nu even weg en we komen later nog wat terug op de navigator in een ander filmpje. Dus ik heb een vijftal koppen gemaakt. Nu zal ik ook nog wat subkoppen maken om hier een extra onderverdeling te kunnen maken. Dit eerste onderdeel gaat over KRC Genk. Dit tweede onderdeel gaat over Genk VV. En zelfs gaan we daar nog een extra opsplitsing in maken, omdat je hier ziet staan dat er nog andere Genkse clubs waren. Dus zodanig gaan we dat ook opsplitsen. Dus hier wil ik een tweede soort kop van maken, bijvoorbeeld in het vet en cursief. Laten we het hier maar even op houden. Je kan dat natuurlijk zo mooi maken als dat je zelf wil. Ook hier een nieuw profiel van maken, nieuw opmaakprofiel uit de selectie. Ik selecteer al eenmaal Genk kop 1, zodanig hoef ik niet alles opnieuw te typen. En ik maak daarvan Genk kop 2. Ik druk op OK. Die Genkse kop is bij de stijlen toegevoegd. En ook hiervan ga ik dat doorkopiëren naar dit onderdeel. Voilà. Ik zet de gietermodus uit. Dan hebben we twee subtitels. Nu, je kan zelf gaan spelen met stijlen. En dan gaan we spelen met eigenlijk lijstopmaakprofielen om hier een nummering aan toe te kennen. Maar wat dat mooi gemaakt is in LibreOffice, is de hoofdstuknummering. Die zit onder extra. Hoofdstuknummering. En dan kunnen we heel eenvoudig zeggen, niveau 1, mijn bovenste kop is niet kop 1, zoals die standaard voorstelt, maar die Genkse kop 1 die we zojuist hebben aangemaakt. Zo. En dan gaat die hiervan al maken, Genk kop 1. Dan kan je daar een nummering aan toekennen. Dus je ziet nog niets veranderen op mijn linkerscherm. Nummer kan je kiezen. En je ziet dat je gewoon cijfertjes kan kiezen, maar ook letters kan kiezen uit ons alfabet. Of je kan Romeinse tekens gaan gebruiken. Je kan eigenlijk gaan nummeren met heel wat mogelijkheden, dat zie je hieronder staan. Ik ga het zo duidelijk mogelijk maken en ik ga een gewone nummering kiezen. Ik kies nog geen tekenopmaakprofiel, dat is niet zo belangrijk nu. Ik kan een scheidingsteken gebruiken, dus als je zegt van ik wil daarvoor nog iets schrijven, dus alles bijvoorbeeld met G1. Als je dan een G toevoegt, dan ga je G1, G2 enzovoorts krijgen. Dat wil ik nu niet, dus ik laat dat weg. Daarna zou je bijvoorbeeld de ronde haakjes kunnen gebruiken, dus ik druk nu op een rond haakje. Om een extra opmaak eraan mee te geven. Ik zal dit even laten staan, zodat je gaat zien dat dat doorgevoerd wordt.
Beginnen bij 1, dat klopt, omdat de hoofdkop ook 1 is. Dus we laten dat op oké staan. Dus ik druk op oké. En dan ga je zien, sport krijgt al onmiddellijk de nummering 5 en dat klopt. Maar als ik naar boven scroll, dan ga je nu zien 4 Genk nu, 3 schoolbevolking, regio Genk, 2 en 1. Dus hij heeft dat automatisch doorgevoerd. Wat moest ik nu nog doen? Ik ga eens een keertje terug naar beneden. Ik ga ook hierbij een automatische nummering zetten. Dus ik zeg dat KRC Genk en Genk VV ook hoofdstukken zijn. Dus ik duid zo'n hoofding aan. Dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk, want dat doen van op eender plaats, eender welke plaats in het document. Kies opnieuw hoofdstuk nummering. Gaat nu naar niveau 2, want we willen een subkop maken eigenlijk. Dus we kiezen hier niet Genk 1, maar Genk 2. Dus Genk 2 wordt mijn tweede niveau. Ook hier kies ik een nummering aan. En ik ga het proberen zo duidelijk mogelijk te maken. Dus opnieuw gewoon de cijfertjes. En dan kan je hier bij volledig kan je gaan kiezen hoeveel niveaus wil je meegeven. Als ik dit op 1 ga laten staan, gaat hier bijvoorbeeld voor KRC Genk gewoon 1 komen en voor Genk VV ook 1. Ik kan dat eigenlijk al eens toepassen, dan ga je dat zo dadelijk zien. Stel dat ik na de nummering nog een streepje zou willen hebben, kunnen we dat zo duidelijk maken, een streepje. Dan ga je dit al zien. Ik druk op oké. En je ziet 1 streep en dan komt KRC Genk. 2 streep en dan komt Genk VV. Nu, ik wou je ook laten zien dat je meerdere niveaus kon weergeven. Dus dat je eigenlijk krijgt 5-1 en 5-2. Ik zal dat ook laten zien. Extra hoofdstuknummering. Ik zorg dat ik op het juiste niveau zit, niveau 2. En dan kan je hierbij volledig, als je dat op 2 zet, dan ga je hier al onmiddellijk het voorbeeld zien. Dan wordt dat 1.1 in het voorbeeld, of in mijn geval 5.1. Ik druk op oké. En je ziet dat het doorgevoerd is. Opnieuw doe ik even de controle of mijn navigator er al iets van gemaakt heeft. Dat klopt. Dus ik heb op dit knopje gedrukt. De navigator geeft mij eigenlijk een overzicht van wat dat er allemaal in mijn document aanwezig is. Ondertussen zie ik dat er 7 koppen zijn aangemaakt. 1 tot en met 5, waar 5 natuurlijk sport is die je nu ziet. Als ik daar op het plusje druk, dan zie je KRC Genk en Genk VV is al uitgesprongen. Dus de navigator heeft nu gezien dat er in de totaal 7 koppen zijn. Dat is goed, want aan de hand van die koppen gaat hij zo dadelijk de automatische inhoudsopgave breken. Dus ik doe de navigator even dicht, we hebben hem niet nodig. Ik wou ook laten zien dat eigenlijk alles nu automatisch werkt, dus dat je nooit meer zelf 5.3 hoeft te typen. Als ik hier nu voor etelijke andere Genkse clubs een witregel laat, en ik maak daarvan andere clubs, ik zal het zo even maken, zo. En ik ga hierbij zeggen, jij moet eruit zien zoals Genk VV. Ik weet ondertussen, ik ga het mij eenvoudig maken, ik selecteer deze kop. Ik kies paintbrush opmaken en ik klik in andere clubs. En je gaat zien, automatisch wordt dat 5.3. En je ziet hier ook in het linkerscherm, hij heeft aangeduid dat dat een Genkse tweede kop is. In de navigator controleren, sport, 5.3, alles is perfect opgenomen. Oké, aan de hand van dit beeld hier, kan LibreOffice Writer nu automatisch een inhoudsopgave gaan aanmaken. Dat wou ik doen, ik zal deze dicht doen. Hebben we nu eventjes niet meer nodig. Ik wou dat doen op het tweede blad, zoals je weet. De tweede pagina, hier, bij inhoudsopgave. Dit moet je dus nooit meer zelf doen. Je kan dat automatisch laten invoeren. Dus ik doe dit even weg. En ik druk op delete. En ik ga eerst alles zo standaard mogelijk laten. Dus ik kies invoegen van boven. Inhoudsopgave en register. En ik kies voor inhoudsopgave en registers. Ik druk daarop. Ik krijg een nieuw scherm. Dat zal ik in beeld slepen, zodat je het goed ziet. Voilà. En dan kan je er een titel aan geven. De titel is hetgene dat hier van boven verschijnt. Dus als je daarvan wil maken inhoud van dit document, dan zie je in het voorbeeld al dat dit aangepast wordt. Je ziet dat die van type inhoudsopgave is. Er zijn er meer, bijvoorbeeld een trefwoordregister of een literatuurlijst kan je ook maken. Maar dit onderdeel gaat over inhoudsopgave. Dus ik laat dat staan. Dit kunnen we ook eventjes uitleggen, beveiligd tegen handmatige wijzigingen. Als je dit laat aanstaan, dan kan je helemaal niets veranderen in de automatische inhoudsopgave. Geen lettertje, geen cijfer, geen opmaak enzovoort. Dus ik zal het even laten staan, dan ga je zien dat ik daar niks in kan bijtypen. De inhoudsopgave moet zich uitrollen over het volledige document, of voor het volledige document. Dus alle koppen, alle niveaus. Je kan hier gaan bepalen, stel dat je zelf in het document met 5 niveaus diep gewerkt hebt, en je zegt die moeten niet allemaal verschijnen in de inhoudsopgave, dan kan je die hier, die niveaus, vergroten of verkleinen. Standaard staat dat op 10, dus mijn eerste niveau en mijn tweede niveau zal er zeker in zitten.
Deze opties laat je staan. Overzicht gaat hij gewoon gebruiken uit de navigator wat dat hij standaard vindt. Dat is het overzicht. Je zou extra opmaakprofielen kunnen gaan toevoegen. Bijvoorbeeld deze toevoegen. Maar dat gaan we nu niet doen. We willen het zo simpel mogelijk houden. En de indexmarkering laat je ook aanstaan. Als ik nu op OK druk, dan zouden we al een goed voorbeeld moeten krijgen van hoe het eruit ziet. Ik druk op OK en je krijgt hier duidelijk te zien inhoud van dit document. 1 wat is Genk, geschiedenis enzovoort. Met bij sport de 3 onderverdelingen. Je ziet van achter automatisch de juiste pagina staan. Het zou zelfs zo moeten zijn, we kunnen het nu misschien eens testen. Stel dat ik zeg, geschiedenis moet beginnen op de volgende pagina. Dat doe ik door Ctrl en Enter te drukken. Dat weet je ondertussen, we hebben een pagina eindigen toegevoegd. Dus hij heeft automatisch de pagina nummering hier aangepast. Geschiedenis begint nu op pagina 4. Ik scroll een beetje naar boven, naar de inhoudsopgave. En dan gaan we kijken, hier is nog niks veranderd. Dat komt omdat die nog niet automatisch is bijgewerkt. Hoe doe ik dat? Ik kies rechtermuisknop en ik zeg inhoudsopgave bijwerken. Ik druk op enter en je gaat zien wat is Genk staat op pagina 3 en geschiedenis staat al op pagina 4. Dus als jij in een document werkt en het wordt langer of korter het document, dan kan je de inhoudsopgave snel wijzigen, rechtermuisknop bijwerken en hij gaat alles opnieuw tellen en opnieuw uitvoeren. Volledig automatisch. Nu zou je kunnen zeggen, de opmaak van dit document staat mij niet aan. Ja, je zou misschien zelfs kunnen denken dat de grijze achtergrond heel vervelend is. Ik zal je laten zien via het afdrukvoorbeeld. De grijze achtergrond wordt niet mee afgedrukt als je het document zo afdrukt. Dus dat verschijnt niet. Dat is gewoon om duidelijk te maken dat dit een beveiligd stukje is. Want als ik nu hier een letter probeer te typen, dan zegt hij alleen wijzigen kan niet gewijzigd worden. Dus dit mag je niet wijzigen. Zou je het willen wijzigen, dan weet je ondertussen, rechtermuisknop inhoudsopgave bijwerken. Als ik dit dingetje uitzet, de beveiliging uitzet, en ik druk op OK, dan zou je kunnen zeggen, dit stuk ga ik wegdoen, en je ziet, mijn letters gaan weg. Dus ik wil dat niet, dus ik ga dat even ongedaan maken. En dan ga ik mijn beveiliging terug aanzetten, bewerken, beveiligd, en ik laat dat aanstaan. Ik wil ook nog laten zien wat dat de volgende tabbladen zijn. Ik zal niet te diep alles uitspitten, maar kan je toch laten zien wat dat het omhelst. De items. Hier ga je bepalen welke weergave er ongeveer gaat moeten gebeuren voor ieder niveau. Dus je ziet niveau 1, niveau 2. En je kan hier bij de structuur een aantal dingen gaan aanpassen. Want wat je misschien gezien hebt, als ik met de muis over een regel ga, dan gaat die zeggen, ctrl-klik om de hyperlink te openen, wat is Genk? Dus dit zijn hyperlinks. Als ik de ctrl-toets inhoud en ik druk, dan springt hij onmiddellijk naar de juiste pagina. Stel dat je zegt, ik vind dat heel vervelend, dat die hyperlinks hierbij komen, dan kan je die gaan aanpassen. Als voorbeeld zal ik het laten doen voor het eerste niveau, dat wil zeggen 1 tot en met 5, en ik zal het tweede niveau nog even laten staan. Dus rechtermuisknop, inhoudsopgave bewerken, je gaat naar de items en je kijkt bij niveau 1. Hier staat LS, wat staat voor link start, of in het Nederlands hyperlink start. Dus dat wil zeggen, het allereerste wat er op die regel gebeurt, dit is eigenlijk de regel, het allereerste wat er gebeurt is dat er een start gemaakt wordt van een hyperlink. En je gaat zien op het einde, list of link end, hyperlink einde, daar stopt die hyperlink. Dus je hele regel is een hyperlink. Wat zit er in mijn regel? Ik ga terug naar voren. 1. Staat het hoofdstuknummer, dat is wat je hier ziet staan, 1, 2, 3, 4 en 5. Mijn ander dingetje is het item, dat is de titel zelf. Dan staat er S, wat staat voor tabstop. Als ik daarop druk, dan ga je kunnen zien welke tab is dat. En ik scroll een beetje naar boven. Dit is een tab met als opvulteken een punt die rechts uitgelijnd is. Dat klopt, hè? Je hebt hier allemaal puntjes staan die rechts uitgelijnd staan. Stel dat ik zeg, ik wil daar geen puntjes meer tussen, dan kan je dat gaan aanpassen. Je drukt op OK. Als ik nu op OK zou drukken, dan ga je zien, de puntjes van niveau 1 zijn allemaal weg. Dus datzelfde wou ik nu ook eens bereiken met de hyperlink. Dus ik ga de hyperlink even wegdoen. Inhoudsopgave bewerken. Ik druk op LS. Ik druk op de delete-toets op mijn toetsenbord. En ik ga ook van achter de hyperlink einde wegdoen, dus ik druk op delete. Als ik nu op OK ga drukken, dan ga je zien, ik sta hier met de muis op, maar ik krijg niet meer de mogelijkheid om erop te klikken, want het is geen hyperlink meer. Als alles goed is, zou dit op het tweede niveau wel nog moeten bestaan. Voilà, ik ga een klein beetje naar beneden met de muis, ik kom op het tweede niveau en ik krijg nog steeds een hyperlink te zien. Dus ik ga nu alles terug standaard zetten, dus niveau 2 staat eigenlijk nog juist. En je zou kunnen zeggen op alle niveaus toepassen. Ik ga eens even kijken naar niveau 1. Voilà. Nu staan de hyperlinks er terug.
Goed, dat voor de hyperlinks. Ik druk op OK om het te laten zien. Alles staat terug standaard. Rechtermuisknop. Bewerken om nog naar het volgende tabblad te gaan. Opmaak profielen. Je kan gaan kijken welk profiel of opmaakprofiel is er nu juist aan welk niveau gekoppeld. En je ziet hier niveau 1 krijgt als profiel inhoudsopgave 2. Niveau 2 krijgt als profiel inhoudsopgave 2. Dat lijkt logisch, maar je zou kunnen zeggen, ik wil eigenlijk niet dat mijn tweede niveau zo ingesprongen wordt. Ik zou dat bijvoorbeeld net hetzelfde willen hebben als niveau 1. Dan zou je kunnen zeggen, ik ga hier op niveau 2 staan en ik zeg, dit moet ook gekoppeld worden met als opmaakprofiel niveau 1. Ik druk op het pijltje en je gaat zien, niveau 1 en niveau 2 krijgen allebei dit profiel, dit opmaakprofiel. Als ik op OK druk, ga je zien, OK, en je ziet dat de onderverdeling of niveau 2 niet meer ingesprongen wordt, maar hetzelfde eruit ziet als niveau 1. In ons geval nu natuurlijk niet zo leuk, want je maakt juist subniveaus om dat duidelijk te maken. Dus ik ga bij niveau 2 inhoudsopgave 2 zetten. Oké, nu hebben we dat terug in orde. Als je nu zou zeggen, ik wil dat inhoudsopgave profiel een keer aanpassen, je kan dat rechtstreeks vanuit dit scherm. Je drukt bewerken en dan ga je zien, als ik naar beheren klik, ik zit op inhoudsopgave 1. Sorry. Als ik op het tweede ging staan en je drukt op bewerken, dan ga je zien, je zit in inhoudsopgave 2. En nu kan je eigenlijk de inhoudsopgave naar hartelust aanpassen. Als je zegt, de kop bijvoorbeeld, en dan moet ik zelf eventjes zoeken, kop inhoudsopgave, deze hier, ik kan het nog een klein beetje buiten beeld schuiven, ik zal het zo even doen, inhoud van dit document, daar wil ik dat wat witruimte onder mijn titel staat, zodanig dat de rest van mijn inhoudsopgave daar niet zo kort bij aansluit. Heel eenvoudig, ik ga zeggen, die kop van dat inhoudsopgave, van de inhoudsopgave, die ga ik bewerken. En ik ga zeggen, bij inspringen en afstanden, dat de afstand onder de alinea bijvoorbeeld 0,3 cm moet zijn. Ik druk op OK en je ziet al onmiddellijk hier dat die spatie toegepast is, of dat die witruimte toegepast is. En zo kan ik ook de andere inhoudsopgaves gaan bewerken. Dus ik druk op 1, ik zeg bewerken en bijvoorbeeld mijn lettertype is misschien prima, alhoewel ik kies een speelse lettertype. En ik ga zeggen dat mijn hoofdtitels altijd in het vet moeten staan en veel groter moeten zijn, dus puntgrootte 18 bijvoorbeeld krijgen. Je gaat zien als ik op toepassen druk, dan zie je al dat alles aangepast is. Ik druk op OK, ik druk op OK en dan ga je zien, kijk, mijn titels zijn helemaal aangepast. Wil je ook dat tweede niveau gaan aanpassen of het profiel van het tweede niveau, rechtermuisknop in onze opgave bewerken. Je zit op het tabblad opmaakprofielen, gaat het tweede niveau aanpassen, doe je via bewerken. Stel dat je daarbij zegt, dat moet datzelfde lettertype zijn. Dat hoeft niet vet te zijn, maar het moet wel een beetje groter worden. Ik druk op toepassen, oké, oké. En mijn inhoudsopgave is automatisch aangepast. En ik heb je er juist laten zien dat het volledig automatisch werkt. Stel dat ik zeg, ik wil ook die andere titel, en nu moet ik even naar beneden scrollen, Genk nu op de volgende pagina krijgen. Geen probleem, Ctrl-Enter om een pagina einde in te voegen. En dan zien we van bovenaan de nummering al dat er 5 van in de totaal 7 pagina's zijn. Dus we zitten nu op pagina 5, we scrollen terug naar boven. En we gaan zien dat hier nog altijd geen 7 pagina's staan, maar je weet er ondertussen, rechtermuisknop drukken. Inhoudsopgave of index bijwerken. Ik druk daarop en je gaat zien dat automatisch alles herteld is. Dit is de manier om te zorgen voor een automatische paginanummering of indexopgave.